Goedendag, ik ben Mark van Olympus Nederland en welkom bij Home with Olympus. In Home with Olympus leg ik je, in een paar eenvoudige stappen, een unieke Olympus fiets uit. En deze keer gaat het... Focus stacking is een hele leuke Olympus feature en heel goed te gebruiken voor bijvoorbeeld macrofotografie. Focus stacking geeft je namelijk de mogelijkheid om in de camera met één druk op de knop tot 15 verschillende foto's te maken met een net iets ander scherpstelpunt en deze te combineren tot één foto met een perfecte scherptediepte. Behalve focus stacking zijn onze camera's ook uitgerust met de focus bracketing mogelijkheid. En hierbij kun je tot 999 foto's maken met wederom één druk op de knop. Deze moet je echter na die tijd in speciale software samenvoegen. In deze video beperk ik me even tot focus stacking. Maar als eerste de vraag, waarom zou ik dat gebruiken? Focus stacking. Je kan hiermee een foto maken met de door jou gewenste ideale scherpte diepte. En je kan precies bepalen waar je foto scherp is en waar die wegloopt naar onscherpte. Nu zal je waarschijnlijk zeggen, dat kan ik toch doen door het aanpassen van het diafragma? Dat klopt inderdaad deels. Maar als je kijkt naar deze twee foto's, waarvan de eerste is gemaakt op diafragma 2.8, zie je dat een deel van het masker scherp is. Als ik mijn diafragma dan aanpas naar bijvoorbeeld diafragma 22, dan zie je dat het masker van voor tot achter scherp is, maar dat ook de achtergrond scherp is, wat je juist niet wil. Het mooie aan focus stacking is dus dat je precies aan kunt geven waar de scherpte begint en waar die ophoudt. En je krijgt dus die mooie, onscherpe achtergrond. Maar hoe stel ik dit nu in, die focus stacking functie? Maar hoe stel ik dit nu in de camera, die focus stacking functie? Om focus bracketing of focus stacking in je camera aan te zetten, moet je een aantal stappen doorlopen. De eerste is natuurlijk het aanzetten van de camera. We hebben hier het onderwerp te pakken. Als ik nu op de menuknop druk, kom ik in het menu. In opname menu 2 zie ik bovenaan staan bracketing. Met de pijltjes naar rechts ga ik het bracketing menu in. Ik druk op OK en op aan. Als ik nu alleen op aan druk, gebeurt er nog niks. In het bracketing menu, één stapje naar rechts, heb ik namelijk heel veel bracketing mogelijkheden. En in dit geval willen wij de focus bracketing hebben, de onderste. Ik ga weer één naar rechts en ook hier kies ik hem op aan. Ook hier zijn weer een aantal instelmogelijkheden. Wederom één stap naar rechts en we komen in het menu. Hier kan ik kiezen of ik focus stapeling aan wil zetten. Dus wil ik in de camera mijn foto stapelen of buiten de camera. Het aantal opnamen, het focusdifferentieel en de eventuele laadtijd voor mijn flitser. In dit geval kies ik ervoor om focus stapeling in de camera aan te zetten. En wat je ziet is dat het aantal opnames, die net op 99 stond en door kan lopen tot 999, in deze functie tot maximaal 15 stappen gaat. Ik druk op OK. En ik heb deze nu vastgelegd. Ga 1 omhoog, op OK, aan, OK en de functie is bevestigd. Weer op OK, weer op OK. En nu start bracketing aan. Als ik nu de ontspanknop half indruk, zie je hier boven in beeld het symbooltje bracketing. Als ik nu de ontspanknop indruk, maakt de camera een aantal foto's achter elkaar. 1 op het eerste instelpunt, 2 naar voren en in dit geval 12 naar achteren. En zal die in de camera samenvoegen tot 1 foto. En behalve het samenvoegen tot 1 foto, zullen ook alle losse foto's bewaard blijven, zodat je eventueel zelf nog kunt kiezen welke foto's je wil gebruiken. Als ik nu op de play-knop druk, hebben we de uiteindelijke foto. En je ziet dat deze wat groter is als de losse foto's. Dit komt door het feit dat focus bracketing je ongeveer 7% van je beeld kost. Maar nu kan ik door alle foto's heen lopen en je ziet continu het scherpstelpunt veranderen. Weer de ontspanknop half indrukken en we kunnen verder gaan met bracketing. Zo eenvoudig is het dus om focus bracketing in te stellen op jouw camera.
Nou, ik hoop dat je wat op hebt gestoken van deze video en dat je lekker aan de slag gaat met focus stacking en focus bracketing om weer een hele nieuwe vorm van fotografie te leren kennen. Heb je vragen of opmerkingen? Laat hieronder achter. Vind je de video leuk? Druk op het duimpje. Hou onze social media en onze nieuwsbrief in de gaten voor meer webinars. En denk eraan, blijf fotograferen. Tot de volgende keer.